We zijn op de brede weg. Wat heeft hier gebrand? Hier heeft vanavond een brand gewoed in 2 personenauto's, een caravan en een camper. En die zijn ook zo'n beetje totaal door de brand verwoest. Weet u iets over de oorzaak? De oorzaak is niet bekend en naar alle waarschijnlijkheid gaat de politie daar morgen overdag onderzoek naar doen. Dit is niet de eerste brand vanavond. 2 uur geleden heeft het gebrand in de oude kaasfabriek van Campina. Wat kunt u daarover zeggen? Ja, daar zijn we inderdaad ook ter plaatse geweest. Daar heeft een buitenbrand gewoed in een container. Die is doorgeslagen naar binnen. En achteraf bleek dat er meerdere brandhaartjes zaten. En of dat brandstichting betreft, dat zal ook onderzocht moeten worden. Ja. Er is een grip 2 gegeven. Waarom was dat? Nou, vanuit het ziekenhuis ligt er niet al te ver vanaf zijn klachten binnengekomen over de rook. Om dat voor te blijven, mocht er een ontruiming plaats gaan vinden in het ziekenhuis, is er alvast opgeschaald naar grip 2, zodat we de goede mensen op de juiste plaats zouden zitten en snel konden handelen in geval van nood. Er is nog een derde brand zojuist uitgebroken in Azenrij. Wat was dat? Een autobrand betrof dat. 1 personenauto, vrijstaand, was verder niet heel groot, was ook heel snel onder controle. Welke voertuigen zijn daar geweest? Er is een voertuig vanuit Roermond geweest en 1 voertuig vanuit Bezel is gealarmeerd.